precies je de juiste rugzak. Het spreekt voor zich dat je voor een meerdaagse trekking wat meer volume nodig hebt dan voor een korte dagtocht. Maar waar moet je nog meer op letten bij de keuze van je rugzak? Ik maak je even wegwijs in het aanbod. Voor een dagtocht zonder overnachting volstaat een lichte en compacte daypack. Die heeft een volume van zo'n 20 tot 40 liter. En dat is net genoeg voor een lunchpakket, een fles water, enkele snacks, een regenjasje en een fleece. Er bestaan trouwens ook speciale daypacks voor fietsers, klimmers en trailrunners. Ga je meerdere dagen op pad met je tent, je slaapzak en je slaapmat, dan heb je een trekkingrugzak nodig. Die is een stuk groter, van 50 tot wel 80 liter. En dat is nodig om al je spullen kwijt te raken. Soms zal je bij een trekkingrugzak de vermelding 55 plus 10 liter zien. Dat wil zeggen dat er bovenin tijdelijk wat extra ruimte kan voorzien worden om bijvoorbeeld een fleece in te proppen. Maar eigenlijk moet je dit beschouwen als een rugzak van 55 liter. Als je graag orde hebt in je rugzak, kies je beter voor een model met veel zijzakjes en compartimenten. Zo kun je al je spullen een eigen plekje toewijzen en alles snel terugvinden. Heb je een drinksysteem zoals een Camelback of gebruik je graag wandelstokken bij het stappen? Check dan even of je rugzak van je keuze de juiste opbergvakken en bevestigingsmogelijkheden heeft. Een trekkingrugzak moet echt comfortabel zitten en goed passen op je lichaam. Met een lege rugzak kun je dat niet testen, dus maak zeker gebruik van de gewichtzakken die je in al onze winkels vindt. Je hebt ongetwijfeld al gezien dat er 101 riempjes en gespen aan een rugzak zitten. Als je die op de juiste manier aantrekt, kun je je rugzak perfect op jouw maat en lichaam zou afstellen. Ook handig is een rugzak met een aanpasbare ruglengte. Vraag gerust hulp aan een verkoper als het je niet meteen lukt om de rugzak juist af te stellen. Heb je nog een vraag? Spreek dan gerust een van onze experts aan in je ICE Adventure Store of neem een kijkje op www.iceadventure.com.